De voetbalwereld is natuurlijk wel een beetje macho-achtig, dus dat zal er absoluut een rol in spelen. En ook wel de laatste jaren wordt het naar elkaar toe ook wel opener, maar in het begin was het, je moet die bal erin schoppen en je mond houden. Hè. Je moet zijn wie je bent en je moet dus daar ook vooruit durven komen en misschien is dat wel een voorwaarde om beter te kunnen voetballen.